Een nieuwe review van Pamela Nederland België. En we staan hier in Hartje Groningen. Je kunt misschien achter mij kan zien. Ik loop even rond. Dan kun je dus zien wat op de achtergrond staat. Zelfs de Martini-toren hier boven mij. En je hebt het misschien net al even kunnen zien in de glimp. We zijn hier bij het oude clubgebouw achter mij van Vindicat. Studentenvereniging in Groningen, als je het niet kent. En dat is een oude gebouw hier. En daar staat ook al meteen hun nieuwe gebouw. En in een oude gebouw heeft Vindicat besloten dat het een leuk en goed idee was om daar te gaan paintballen. Daarvoor hebben ze paintballtroepers ingeschakeld. Om dat allemaal veilig te maken, om de netting, om referees, het equipment allemaal te regelen. Nou, straks hebben we even een interview met Björn van Strien, dat is de eigenaar van paintballtroepers. Is er nog een andere manier naar boven dan hier? Of? Die moet meer de wenteltrap. Ja, maar die moet wel dicht houden. Oké. Okay. Hangt jou alleen voor de zekerheid, als die wel werd gespeeld, dan worden jullie allemaal geplakt. Ja, Blanco! Twee beneden, kopie. Twee hier beneden bij de trap. Ja, precies. Zit net. Ja, we zitten net inderdaad. Zit het net helemaal om die trap heen, hoor? Dat niet. Ja. Ja.
gebouwen vind ik het gebouw precies naast de Martini-toren in Groningen stad. Met Björn van Strien. Ja. Nou, en we staan hier omdat jullie hier in het Veenmolen zijn. In het oude Vindicat gebouw. Dat klopt. En hoe is dat zo gekomen en hoe ben jij daarbij betrokken geraakt? Hoe is de paintballtroepers, daar ben jij van. Jullie indoor- en outdoorveld, maar nu faciliteren jullie dus hier paintball ook deze week toch? Ja, deze week. We zijn eergisteren begonnen met opbouwen. Uiteraard gedegen voorbereiding gedaan. Ja. Eén dag hebben wij erover gedaan met 16 man om dit hele gebouw om te toveren tot één grote paintball arena. Ja, we gaan de aankomende weken gaan we zo rond de 1000 tot 1300 mensen gaan. Wow. Even doorheen draaien. Even doorheen. Ik hoorde al dat je flink wat dozen paint had. En ik heb zelf net ook al even gespeeld binnen. Netting hangt overal. Het is mooi afgesloten. Dekkingen zijn gebouwd. Allerlei veiligheidsmaatregelen. Jezelf nog steeds veiligheidsrondes. Dat alles nog veilig is. Ja. Dat is echt perfect. Ja, net als op onze indoor is natuurlijk de bedoeling dat mensen harder lachen de deur uitgaan als dat ze aangekomen zijn. Precies. Dat blijft natuurlijk ons motto waar we ook zijn. Dus ja, wat dat betreft zeggen wij van ook hier moet dat gewoon goed geregeld zijn. Dus ja, dat is het uiteraard ook. Ja, het was gewoon een hele mooie kans dat Vindicat ons benaderde. Ja. Of wij dat voor ze wilden organiseren. Nou, we zijn natuurlijk een paar keer langs gegaan om even goed polshoogte te nemen. Hoe het gebouw eruit ziet, hoe het er allemaal bij staat en of het natuurlijk allemaal mogelijk is. Want, ze hebben dus een nieuw gebouw zoals we hier achter ons kunnen zien. Klopt. Precies naast het oude gebouw. Ja. En het oude gebouw, wat gebeurt daar mee? Dat wordt binnen afzienbare tijd wordt dat gesloopt. Dus dat gaat tegen de vlakte. En zo konden wij daar nog mooi de paintballweek organiseren. Voor alle leden van Vindicat. Dus, dat zet paintballtroepers natuurlijk wel weer even goed op de kaart. Precies, en gewoon paintball in het algemeen ook. Uiteraard. Vindicat is wel de studentenvereniging die de meeste mensen kennen als je onder de tent. Nou ja, dat is voor ons ook het grote compliment inderdaad dat Vindicat ons heeft benaderd om dit voor ze te mogen doen. Dus wij zijn beren trots dat wij daarvoor benaderd zijn. Nou, jullie zijn volgens mij goed voorbereid. Ik zag wel heel veel humor klaar liggen. Ja. Rijen met maskers klaar liggen, dus er kan gewoon keihard gepaintballd worden. Ja, we hebben 120 nieuwe maskers, 50 nieuwe markers erbij. Dus zitten nu op dik 100 markers. Dus als Vindicat afgelopen is, dan kunnen we natuurlijk mooi groepen van 100 man tegelijkertijd laten rondrennen. Heb je een goede wasmachine dat allemaal bijhoudt met al die overlast? Dat is gewoon veel inzet en in het kleine wasmachientje gaan 4 overalletjes per keer. Oh. Dus dat betekent dat er 25 uur gewassen moet worden. Dus 3 dagjes en dan zijn we er weer door. Dus 100 man is ook prima voor ons te doen. Ja. Nou Björn, ik dank je heel hartelijk dat ik hier vandaag wil zijn. Even verslag maken. En, dank dat je ons weer op de film wilde zetten. Natuurlijk, dit is een unieke locatie. Dus, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, super. Cut.